Wat is het hier stil? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn wij de Deco Tree, eigenlijk de Life of Tree, maar ik blijf het de Deco Tree noemen, ingegaan. En zijn we dus achtergekomen dat er hier heel veel leven is. Terwijl het enige wat wij hebben gezien is groene lijntjes en een heleboel groene goo. Dus Zelda, wat vind jij? Wat kan het zijn? Het lijkt op een plant, maar het lijkt ook op een machine. Machine? Wat bedoel je met machine? Nou, het lijkt niet op een gewone boom. Ja, het is gek genoeg eigenlijk dat we binnen een boom zitten en die er dan zo uitziet. Ik bedoel, er is groene goo overal. Serieus. Invasion of slimes? Taulen, wat vind jij? Je kunt nogal sparkling water beneden zien. Water dat glinstert. Het is heel mooi. Misschien komt de mist daar vandaan, van dat water. Dus als de Life Tree de bron is van de mist... Moog is een beetje bang. Dus dat sparkling water is levend? Het is zo mooi. Hey Zeepie, wil je dit samen met mij gaan kijken? Nou, vooruit dan. Echt waar? Oké, kom hier. Maar... ik kan het hier ook goed zien. Nee, het moet romantisch zijn. Zou niet rustig aan, hè? Rustig aan. Oh. Prima. Mooi. Geweldig. Zou niet. Je bent niet naar het sparkelen, naar het mooie water aan het kijken, of wel? Ik was naar het mooie water aan het kijken. Dat reflecteert in je ogen, Zeepie. Oh mijn god. Is dit waar ik Zelda doorheen breng al de hele tijd? Ik zal iets rustiger aanpakken. Oh. Laten we eens eventjes naar Zelda toe gaan. Wacht eventjes. Ik vraag mij af trouwens. Wat zit hier? Beweegt dit nou? Dat lijkt me zo. Nou, zover voor Kutja. Ik bedoel, serieus. Er is niemand hier. Geen volgers van Kutja. Geen Kutja zelf. Echt helemaal niks. Of moeten we misschien nog dieper naar beneden? Lekkere zwempartij. Ik bedoel, ik voel daar iets beneden. Zeepie! Wat is er? Mok zegt dat er iets van boven komt. Van boven? Zelda, naar beneden! Nu! Ja! Verdorie! Oh. Ben je in orde? Het spijt me. Ik schrok alleen. Is er iets mis? Daar! Zijn hun. We kunnen beter gaan. Kun je staan? Jo, laten we gaan. En dan komen we hier. Kijk, deze muur beweegt. Je hebt gelijk. Het lijkt wel alsof het leeft. Shawnee, Towler. Zeepie, de muur die begint steeds harder te schudden. Het is hier. Wat was dat? Hoi. Dus, het was Kutja niet. Wat gebeurt? Ik hoor een stem in mijn hoofd. Jij zei net Kutja, waar is hij? Dat weet ik niet. Wat doe jij hier? Ben jij degene die de mist maakt? Het is niet gemaakt. Mist is een bijproduct van dit proces. Het gaat door de wortels. Wat? Dus zo gaat het naar andere continenten, gewoon via de wortels? Maar waarom? Waarom zou je dat willen doen? Ik verplaats de mist naar andere continenten om het gevechten te laten stimuleren. Dit in terugkeer wordt oorlog door de leiders van nations en dan door het tot er meer burgers zullen vallen. Kutja is alleen maar die gebruikt alleen het bijproduct voor een ander gebruik. Een ander gebruik? Wat probeert Kutja te doen? Ik kan niet liegen. Kutja gebruikt het afvalmateriaal om wapens te maken. Wapens zoals jij zelf. Ik maak me niet erg boos. Mag ik hem doodmaken? Een 16-jarig iedereen. Wacht even, Shawnee. Wat soort van wapens maakt Kutja? Kutja Mage noemt ze Black Mages. Duistere uitwerpselen van de mist. Dus,
De fabriek in Dali was echt. Versla mij en Mist zal niet meer komen. En er zullen nooit meer wapens gemaakt worden zoals deze pop hier voor me. Beantwoord dit, pop. Probeer jij je eigen geboorte te ontkennen? Jij vuile... Niet meer! Vuiler? Ik laat je echt niet nog meer instrumenten maken van moord! Goed zo, Tauler! Ik wist dat het moeilijk voor je zou zijn, maar wij gaan deze kast helemaal in elkaar rammen! Oké, laten we klapjes uitdelen. Ik weet niet, misschien kan het Koetje je naartoe brengen. Ik heb mijn einde gezien van mijn duizendjarige leven en dat is niet nu. Je kunt me niet stoppen. Het is zinloos om het zelfs te proberen. Ja, tuurlijk. Mijn naam is Piet Paulusma. Oké, dit is dus de wachter van de mist, of weet ik hoe dat in gozer heet, kan mij het verrekken. Wat we dus willen doen is, nou, zoals ik al zei, we hebben nou de reflexstatus. Dus we kunnen hier heel erg veel lol mee hebben. Iedereen is geheeld, dus dit is het eerste wat we willen doen. Het eerste wat we willen doen is, we willen zorgen dat Xiaoni aan de beurt is. Dan willen wij carbonkel gebruiken. En dan willen we gelijk met de Black Mage willen we bio op ons eigen doen. Ga niet, oh nee. Nee. Dit is niet goed. Xiaoni is namelijk op dat ene level, dus Xiaoni die moet nou echt geheeld gaan worden. Oh, verdurie. Aangezien dat Xiaoni degene is die dus, summon op kan roepen, moeten we dus nu zo snel mogelijk dit gaan zorgen. Nou, we hebben de oogstep alweer. Xiaoni wordt nou volledig geheeld door Zelda, dat is alleen maar gunstig. En nou hoop ik dat we dus zeg maar die summon nog een keer kunnen proberen. Black Mage er gelijk achteraan. Bio op iedereen. Shockwave maakt niet uit. Dat overleven wel. En Zeepie die moet zoveel mogelijk blijven stealen. Oké, laten we gelijk nou eventjes een... Nou gebeurt je trans. Nou net dat ik je commando al heb gehad. Maakt niet uit. Maar goed, je zult dadelijk dus zien. Op het moment dat iedereen reflect heeft door deze summon die we dus nou gaan krijgen... Hij is zo cute! Een heleboel gesparkel. Maar zo zie je dus dat iedereen instant reflect heeft. Nou heb ik dus bio op ons eigen gedaan en dit gebeurt er nu. Het wordt 4 keer zo hard gereflecteerd naar de baas toe. En dit zorgt voor een schade van... 4864. Holy shnikes. Oké, we doen nou gewoon heel eventjes nog een andere summon er eventjes gelijk bij. We hebben weer iets kunnen stelen, dus dat is alleen maar gunstig. En nou hoop ik dat de reflect lang genoeg blijft staan, zodat we dus zeg maar 2 keer de bio nog een keer op ons kunnen doen. Mustard bomb, oh, dat geeft heat status. Heat status, wat het doet is op het moment dat je beweegt, als je dus zeg maar heat status hebt, dan zul je dus automatisch, neervallen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Volgens mij is Xiaoni zijn reflector kwijt. Dus Xiaoni wordt nou geraakt door de Tauler. Oh boy. Maar goed, het wordt wel 3 keer gereflecteerd. Dus het komt nou automatisch ook bij onze vijand weer terecht. En het doet een enorme schade. En we hebben hem al in 2 klappen neer. Wauw. Dat trucje dat doet zoveel mensen schade dat we hem gewoon in 2 klappen hebben verslagen. En dus het laatste steel item niet te pakken hebben gekregen. Nou ja, die kunnen we sowieso nog kopen in de winkel, daar niet van. Maar we leren dus weer een heleboel dankzij de AP die we ervan krijgen. En we hebben dus... Degene die niet verslagen kon worden, hebben we nou dus verslagen. Yay. Laten we hier wegwezen. Moeten we nou weer heel die liftproces en alles af? Maar goed, de mist is dus een bijproduct. Een beetje afval van weet ik veel wat is. En het zorgt ervoor oorlogen. Omdat die vijanden zouden spawnen. En dat het gevechtsinstinct er nog steeds zou zijn. Iets in die trend. Maar we hebben het nou verslagen, dus mist zal niet meer komen. Wat een zonnige dag. Was dat voor ons ook maar zo'n zondagdag?
zo'n mooie huid. Zal dit ook jullie mistcontinenten ophelderen? Ik denk het. Nou, laten we eens kijken of Kuja eraan komt. Tauler? Zeepie? Heb ik het juiste gedaan? Het zei dat Black Mages gemaakt werden van mist, toch? Maar... Nou denk ik over de andere Black Mages dat ze die waren gemaakt voor oorlog. En dat wou ik niet. Maakt er niet uit wat er gebeurde. Het is nogal zwaar. Nou kunnen er geen nieuwe Black Mages meer komen. Ik denk dat ze me allemaal zullen haten. Nee joh! Luister naar me. Je moet nooit liegen tegen jezelf. Ik bedoel, alle je broertjes, die willen niet dat je dat doet. Denk je dat echt? Denk je dat ze dit zullen begrijpen? Natuurlijk, ze zijn je broertjes. Het zal wel in orde zijn. Wat is er, Mok? Moko? Shoni. Wat is het probleem? Waar ben je allemaal hier naartoe gekomen? Nee, dat kan niet. Oké, we gaan gelijk terug. Oké, ik kom zo later en ik zie de anderen zo meteen. Jongens, jullie houden hier toch wachten voor Kuja? Want we moeten terug naar de village. Shoni, wat is er? Iemand heeft iets heel erg belangrijks gestolen van het dorp. Zeepie? Nou, dan gaan we met jou mee, Shoni. Dankjewel, maar wat met Kuja dan? Ik bedoel, madame Sari is niet zo ver weg. Hij kan wachten. Wat is heel lief van jou, Zeepie? Nou, laten we snel eventjes door de equipment heen gaan. Kijken wat we dus zeg maar nieuw hebben gevonden. En kijken of we dus zeg maar iets hebben waarvan we iets kunnen leren. We weten dat we de oakstaff hebben. Het nadeel is, de oakstaff die hebben we al 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik zag hier iets. High tide. Kan ik die ook nog ergens anders van leren? Nee. Ja, dan maar eventjes een stat downgrade. Dat maakt niet uit. Oké, je hebt een mitre rot. Je hebt een ultimate. Nee. Volgens mij kun je ook niks nieuws leren. Het is heel eventjes hier doorheen te bladeren, want dat is toch heel erg belangrijk. Maar op dit moment... Ja, je kijkt ook, Stef. Daar hebben we er nou weer eentje van. Joepie. Ik dacht dat we iets heel erg spectaculair... Laat maar raden, ook high tide. Ja. Van de meetjes heeft bijna niemand nog high tide geleerd. Dus ja, dan is het wel belangrijk tot we die natuurlijk leren. Oké, love mouth. Float. Die kunnen we nou leren. En ja, daar hebben we niks nieuws voor. Even kijken. Ability up, die moet jij hebben. Oké, gelijk equippen die op. Ability up graag. Oké, sorry daarvoor. Moest heel eventjes weer gebeuren. Maar we moeten dus zo snel mogelijk terug naar Madame Sari. Want iemand die heeft daar iets gestolen. En daar moeten wij eventjes een stokje voor steken. Dus we komen weer terug in de wereld. Maar zoals je dus zeg maar ziet, monsters zullen nog steeds spawnen. Maar ja, de mist is weg. Oké, random encounters zoals altijd als je het erover hebt, dan komen ze weer. En natuurlijk komen ze nou allemaal 30 tegelijk. Shoni die heeft float geleerd, dus dan ga ik eventjes gelijk kijken of daar iets nieuws voor hoeft te komen. Maar nee, we zitten nog goed. We hebben ontiegelijk veel geld ondertussen ook binnen weer gesmokkeld. Dus ik hoop dat we binnenkort wel weer een winkeltje of iets zouden kunnen vinden. Maar goed. Dan gaan we weer terug hier naartoe, want we moeten dus zeg maar naar mijn top 3. En we nemen nogal onze sweet little tijd daarvoor om dus zeg maar tegen die gasten te vechten. Nou, random encounters, zoals het woord al zegt, het is dus 100% random. Maar de ene keer heb je dus zeg maar na 2 stappen, hetzelfde als wat jullie met Pokémon hebben. Na 2 stappen dat je een random encounter tegenkomt, dat je een Pokémon tegen kan komen. Of na 25 stappen dat je een Pokémon neer kan komen. Het lijkt op sommige gebieden iets meer te zijn, zoals als je in een cave bijvoorbeeld komt, dat je dan automatisch zeg maar Zubats heel veel tegen gaat komen of zo. Is hier ook wel mee te vergelijken. Maar goed, we zijn de Madame Sari. Wat is er aan de hand? Ben thuis! Ben thuis! Moko heeft me nieuws verteld. Is iedereen in orde? Kom nu. Praat later, Kupo. Kupo. Ik weet niet waarom dat ik die Mugel zo'n, zo'n zware stem geef, maar laten we even Shoni gaan volgen. Nou is het probleem, ik weet dat we dadelijk iemand weer tegen gaan komen en ik ben vergeten wat voor stem dat ik die heb gegeven.
Upsie. Dus we moeten zo snel mogelijk hier naartoe. Weer terug bij de keuken. En dan zien we hier alle Moogles. Wat is het probleem, Shawnee? Het is... De belangrijke steen die naar mij was gegeven van generatie, die is gestolen. Mijn grootouders zeiden dat ze daarvoor zouden zorgen, omdat het is het symbool van de Summoners. Oh. Nou, waarom zou je niet even huilen? Ik bedoel, dat helpt. Ik ga niet huilen! Ik ben volwassen en huilen helpt niet! Oké, nou laten we dan maar zoeken naar aanwijzingen. Ik zal ook helpen. Is het mijn schuld? Het is omdat ik mijn belofte heb gebroken en de lijfentrie heb geopend. Iedereen maakte zich zo was aan het opletten over die steen. Shawnee, het is gewoon gebeurd. Het is niet jouw schuld, oké? Okay? Trouwens, wij zijn degene die je hebben gevraagd of jij de dingen wou openmaken. Dus wij zijn, ja, snap je wel, toch? En de echte schuldige? Dat is de dief die het heeft gestolen. Dus laten we naar aanwijzingen zoeken en we vinden jouw steen wel terug. Oké. Ik was niet aan het huilen, want ik ben volwassen, weet je wel. We weten, Shawnee, maar als je wil huilen, gewoon huilen. Nee. Ik ga bidden voor mijn grootouders. Ik ben zo terug. Oké. Dus, als je wil, kun je ook huilen, Zelda. Ik bedoel, mijn schouder is altijd paraat voor jou, weet je wel. Dus, ja, bedankt. En, jij dan, Zeepie? Wat doe jij dan wanneer dat je wil huilen? Oh, ik word heel erg agressief wanneer ik treurig ben. Hou dan maar op! Hé, hey, ik was serieus. Wat? Ik hoorde een gil, dat klonk als Shawnee. Verdorie, de dief is hier nog steeds. Zeepie, ik heb hem gezien. Het is de vrouwke van Vosselroe. Die heeft Shawnee gepakt. Ze zijn naar de Edeljongwal gegaan. Oké, laten we gaan. Dus ja, weer problemen, weer gezeur en weer gezever. Alleen nou vergeet ik één ding, want ik loop hier dus zeg maar naar de deur door, maar dat wou ik helemaal nog niet. Want dit is het moment dat je dus zeg maar hier naar binnen kan komen en dat hier dus zeg maar een kistje ligt. Dus dit kistje wil je zeker meenemen. Survival vest is heel erg handig. Volgens mij ligt hier ook nog iets handigs. Phoenix Down, nou, daar hebben we weinig aan. Want nu moeten we dus zeg maar een speciale equipment gaan doen. Deze equipment is namelijk op one-on-one combat. Oftewel 1-op-1. Dus wat we willen equippen is even kijken. Volgens mij hadden we die ene vest al of niet. Survival vest. Ja, die dragen we nou. Toi. Ja, die wil ik eigenlijk heel even aanlaten. Wat we gaan doen is, we gaan dus zeg maar heel erg veel abilities eventjes swappen. Hebben wij een ad status op ons zwaard zitten? Dat is heel belangrijk. Even kijken. Ja, we hebben poison. Die willen we dan eventjes aanlaten, vooruit. Want het gaat alleen maar over Zeepie, of hoe dat je jouw karakter hebt genoemd. Level up kan uit, want we krijgen geen experience van het gevecht wat ons staat te wachten. Body temp kan uit, antibody kan uit, bandit kan uit, jelly kan uit en bright eyes kan uit. Wat we aan willen hebben is sowieso een auto potion. En pay attack die moet aan, counter die moet aan. Man-eater die moet aan. High tide willen we aanzetten. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet echt iets waarvan ik zeg van nou, die zou ook heel erg handig zijn. Maar weet je wel, laten we bright eyes gewoon doen. Waarom ook niet? De reden waarom dat we dit allemaal gaan doen, zorg ik er ook voor dat Zeepie 100% geheeld is. De reden waarom dat we dit doen is, er komt namelijk een gevecht aan die 1-op-1 is met Zeepie. En daarom wil je, moet je en zal je zo goed mogelijk met Zeepie geëquipt zijn. Dus MP aanval zeker doen, want dan doe je meer schade. Stelen is hier niet bij nodig. Dus, trouwens, ik gebruik er nou wel potions, maar dat is dus absoluut nergens voor nodig. Want als we dus zeg maar hier gaan praten,
Dan zegt hij van, als er iets is, dan kunnen we dus zeg maar ons laten healen. Dus die potions waren niet echt nodig. Oké, we kunnen dus nou naar binnen kijken. En wie staat er? Het is Lani. Dit is geen manier om een vrouw te behandelen. Wat is dit met raar ding op je rug? Het maakt het zo makkelijk om het op te pakken. Mijn opa heeft het me gegeven. Dus hou je vieze handen er vanaf. Oh, hou gewoon je kop. Jij blijft gewoon stil totdat hij hier komt. Ja, ze heeft in één keer een andere stem, jongens. Ik ben het weer vergeten, mijn excuses. Zoveel opnames 6 geleden. Ik heb een schat gevonden. Gebruik het voor Shawnee. Dus we krijgen een Exploda. Een elixir. Volgens mij Exploda was die ene... Eventjes wachten, want ik weet niet. Die Exploda. Is dat niet een nieuw wapen? Nee, die hadden we al één. En die is nog zwakker als die we nou hebben. Nou, die elixir kan wel handig zijn. Oké, nou, we zijn er klaar voor. Dus, waar is Mok eigenlijk heen? Is Mok ook gevangen? Nope, Mok is hier. Achter mij. Kipo. Mok, ik heb je hulp nodig om Shawnee te redden. Kipopo. Ik heb een idee. Het wordt in orde. Ik bedoel, je zult niet in gevaar komen of iets. Kipo. Ah, het heeft geen nut. Mok is altijd al een watje geweest. Ja, nou, we moeten iets doen. We gaan redden. Laten we gaan. Oh boy. Dus, daar is mijn goede ridder. Wat heb je gedaan met Shawnee? Ach, ze was zo aan het rotzooien en aan het schreeuwen. Dus ik heb haar in slaap gebracht met wat slaapzaad. Slaapweed, maakt niet uit. Ah, dan zal ze wel rustig slapen. Als het mijn pendant is waar je naartoe, waar je achter zit, dan laat de anderen er buiten. Nee, kan het niet doen. Dit is de enigste manier om jou te overtuigen dat je hem aan mij moet geven. Dus geef de pendant en dan geef ik het vrouwke, oké? Wat er gebeurt met de pendant? Oh, wat happened to the pendant dat je al gezegd? Wat is er gebeurd met de pendant die je altijd bij je hebt? Ik heb het. Oh, je bent echt een hele goede ridder. Nou, hoe zit het allemaal hier? Geef het hier. Eerst wil ik één ding weten. Waarom heb je de steen van deze dorp gestolen? Omdat Queen Brain erachteraan zit natuurlijk, je dombo. En ik heb een andere juweel gevonden, net zoiets als in deze stad, die er ook op leek. Dus ja, ik ben blij dat ik iets gevonden heb waar ik naar aan het zoeken was. Dus, geef me dat dependent. Zou nu nou alleen maar bij bewustzijn was? Wacht eventjes. Jij bent iets aan het doen, of niet? Je hebt een trucje. Blijf daar. Jij, Black Mage. Wie, ik? Geef me de pendant. Onthoud, doe als ik zeg, als je dit mutsjes de leven fijn vindt, dat ze blijft leven. Ik maak heel veel woordfouten hier, mijn excuses. Sepi. Tori! Doe het maar touwelig. Oké. Hier, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Even mijn hoed goed zetten, hoor. Mijn hoed waait bijna af hier. Hey, Snol! Stop. Nee! Ik weet niet wie jij bent, maar dankjewel. Yo, kun je staan? Wat gebeurt er? Waar is die oude trup? Oh, dat is echt. Wie noem jij een oud wijf? Jou! Dus de tafels die draaien. Nou, geef terug die juweel die je hebt gestolen. Waar ben je mee bezig, Rooien? Ik dacht dat we aan dezelfde kant stonden staan. Ik dacht dat jij nummer 1 bandiet was. Ik ben hier niet om te helpen. Ik wil gewoon dat het eerlijk is. Waar heb je het over? Laat die juweel achter en ga je weg. Maar we zijn partners in deze... Ik werk niet voor stommige, gijzelaarnemende rotzakken. Nou, wegwezen. Of heb je liever dat je tegen me vecht? Luister goed. In een keer kom ik om eventjes de beloning van jou op te halen. Oké, dag. Nou, vecht met mij.
Eén momentje, wat gebeurt hier nou? Ik heb jou gezegd, ik ben hier niet om te helpen. Ik wil gewoon vechten. Op het speelveld hier. Oké, laten we doen. Zeepie! Het is oké. Ik had toch wel meer even... Ik zocht me meer manieren om jou eventjes te laten zien hoe goed ik ben. Dus ik ga vechten! Dus dit is het gevecht waar ik het over had. Over de mysterieuze Red Guy. De rode. En de reden waarom dat ik hem zo'n stem heb gegeven is omdat hij blijft zijn stem hebben. Ik weet niet of ik hem eerder ook zo'n stem had gegeven. Mocht ik daar dus weer de fouten maken, mijn excuses daar natuurlijk voor. Hij valt ons aan, we hebben automatisch een auto potion en dat zorgt ervoor dat we ons eigen healen. En voor de rest wil je hem gewoon aan blijven vallen. 2000 met MP, dat is wel fijn. Oké, dan moeten we dus wachten, want dan gaat hij dus zeg maar rond de kamer heen springen. En dan moeten we dus wachten tot hij voor onze neus staat, want anders zullen we dus altijd missen. Nu dus, oh, te laat. Volgens mij ga ik hem nou nog niet eens raken. Zie, dan mis je hem. Want hij stond net in het midden, hij zegt ook al, kun je niet voorspellen wanneer dat ik ga aanvallen. Maar ja, het probleem is dus, als hij dus zeg maar zo, oh, counter, mooi. Maar als hij dus zeg maar zo rond gaat springen, ja, dan heb je dus het probleem. Tot hij moeilijker is zeg maar om aan te vallen. Dus doe ik weer een counter? Nee, hij mist hem. Doe ik een counter? Nee. Oh, nou kan... Oh, Trant. Trant. Solution 9. De sterkste aanval van de 7. Hij is screwed. We doen onze auto potion en nou komen we er eindelijk achter wat onze sterkste Trant op dit moment is. Oh jongen, het maakt niet uit dat je weggaat hoor. Touch this! Vijfduizend schade! Zo! Nou, doet pijn, hè? Ziet er nogal rozig uit met mijn transpakje. Maar goed, we krijgen dus wel ability points hiervan en wat geld en alles. Maar ja, de ability points heb je niet echt nodig in je lang geweest. En het enige wat we aan het leren waren was high tide, dus Ik heb verloren. Ja. Oké. Maak me maar af. Kun je staan? Nee. Geef terug wat je gestolen hebt. Nee. Shawnee, ik heb het terug. Nou, maak me af. Serieus, wil je zo graag sterven? Ik heb je leven gespaard, serieus. Dus, je wil me dan gewoon... Banishen. Banish. Gewoon, tot je weggaat, iets in die trend. Ik kan er niet op komen, zo is het, spijt me. Je kunt gaan waar je wil, ik zal je niet volgen. Ah, je probeert me erin te luizen, of niet, Dan? Erin te luizen? Ik probeerde je te vermoorden, waarom laat je me gaan? Het gevecht is over en we leven allebei nog, dus goed genoeg of niet dan? We hebben terug wat er van ons gestolen was en daar gingen we eigenlijk voor. Luister naar mij, luister jij. Ik heb verloren van een of andere dief. Ik moord niet op commando. Mee, 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 mee. Hou dat in een veilige plek. Dat zal ik doen, dankjewel, Zeepie. Nou, laten jullie nou achter over wat er net gebeurd is? Of mag ik bij jullie mee? Nou, eigenlijk... Zullen we? Blijkbaar. Weet ik veel. Iets. Koffiebonen. Oké, nou, we kunnen dus nou weer zeg maar onze ability points weer gelijk eventjes terugzetten. Dus MP-aanval, man-eater, counter, high tide... Auto potion, die kan dus allemaal weer uit. Oké, Bright Eyes die moet aan. Level Up die moet aan. Body Temp wil ik aan hebben. Jelly wil ik aan hebben. Locomotion is eigenlijk ook best wel goed. Go for it. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat je gelijk weer terug wil gaan zetten. En met dat wil ik het eigenlijk gaan laten in deze aflevering. Dus heb je een leuk zo'n momentje? Nogmaals, sorry voor de hele vele fouten die ik heb gemaakt. Het is nogal moeilijk om live te gaan vertalen en dan ook nog eens een keer een stemmetje te gaan doen. Maar deze stem, die probeer ik dus vast te houden voor de rode.
Want dat we namelijk dus... dat zien jullie morgen allemaal wel. Dus ik spoil een beetje te veel voor morgen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je leuk zo'n momentje of nog vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal natuurlijk te zien bij de volgende aflevering van Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!